De A28 van Amersfoort naar Utrecht. De verkeerspolitie wordt ingehaald door een ambulance. Maar de ambulance heeft iemand in zijn kielzog. De rode Honda profiteert van de ruimte die de ambulance veroorzaakt. Dat is niet anders. Je mag hier maximaal 100, maar de ambulanceklever heeft daar geen zin in en rijdt een stuk harder. De snelheidsmeting loopt. En die komt even later uit op een gemiddelde van 140. Dat betekent gecorrigeerd 35 te hard. Uit de gegevens blijkt dat de bestuurder eerder dit jaar ook al is bekeurd voor een te hoge snelheid en kleven. Daar lijkt hij niet veel van geleerd te hebben. Want 140 hebben we al. De bestuurder draagt geen gordel. Dit soort gasten knippen scheren. Ook de uitlaat van de honden maakt veel te veel lawaai. Ook daar is hij al een keer voor gewaarschuwd. En zo ontstaat er een flink rijtje. Dus ik heb kleven, we hebben snelheid, we hebben ze uitlaat, we hebben ze gordel. En we hebben dat meerijden achter een ambu. Voor deze bestuurder lijkt kleven onderdeel van zijn rijstijl. En verderop is het weer raak. Nu weer kleven zie je. Ik druk hem opzij. Ja. Kijk, weer erop kruipen zie je. De politie heeft genoeg gezien en zet de honden aan de kant. De bestuurder verklaart dat hij snel naar huis wilde. Dat gaat nu sowieso niet meer lukken. Alsjeblieft. Kut, denk ik. Dat denk ik zeker. Hij krijgt een boete voor de snelheid en voor het onnodig geluid veroorzaken. Om de bestuurder iets minder kleverig te maken, wordt hij aangemeld bij het CBR voor een verkeerscursus.